altijd. Maar sinds voor de crisis, ING gaat terug naar de basisactiviteiten. Het bankenlandschap wordt de nieuwe regels onderworpen. Wordt ING door deze nieuwe regels benadeeld en zijn deze regels in eerste instantie terecht? Daarnaast is de mentaliteit bij banken nou echt veranderd. Zijn bonussen en verkoop van risicovolle derivaten aan bijvoorbeeld universiteiten, ziekenhuizen, zijn dat dingen van het verleden of kunnen we die ook in de toekomst tegemoet zien? Dit zijn een aantal van onze vragen. Heeft u nou vragen vanuit de zaal? Schroom niet om de interruptiemicrofoon te gebruiken. En dan zullen we die met de heer Hommel bespreken. Voor nu graag een hartelijk applaus voor onze gast. Ja, meneer Hommel, nogmaals welkom op de Universiteit van Amsterdam. U heeft zelf jaren terug op de Universiteit van Tilburg gestudeerd. Wat u doet als u daar de periode van financiële management wat daarachter zit, zoveel mogelijk gestalte te geven om die strategie te kunnen uitvoeren. En dat betekent dus dat je aan de ene kant zorgt dat je administratie op orde is, dat je de juiste gegevens hebt, intern en extern, dat je de juiste discussies hebt met de financiële markten om het kapitaal te kunnen aantrekken. Niet alleen eigen vermogen, maar ook schuldvermogen. Dus ik denk dat je een aantal pakketten meekrijgt wat meer algemeen management is, dan dat het puur en alleen maar gericht is op het financiële management. Maar als CFO kan ik me voorstellen dat u toch een stap zeg maar, in de schaduw had. En nu moest u was CEO, wordt opeens hoofd van een bedrijf. Hoe is dat om opeens publiekelijk zo bekend te staan? Kijk, in een bedrijf als Philips ben je natuurlijk ook wel bekend. Alleen, ik was daar meer verantwoordelijk voor het financiële gedeelte, hè, dus de financiële markt. Analisten, investeerders, heb ik veel meer tijd aan gegeven dan, laten we zeggen, het grote publiek. Maar ook in dat bedrijf had je regelmatig meetings met journalisten of met andere mensen die dus kennis komen nemen van je onderneming. Met wie die meetings zijn, is dat dan de hoofdverschuiving tussen deze twee functies? Nou, ik denk dat het meer is het algemene beleid wat je moet uitdragen. Niet zozeer met, zijn de mensen anders waarmee je praat, maar is de inhoud van de stof waarover je praat, is die denk ik wat meer algemener en niet alleen gericht op het financiële gedeelte, maar meer strategie, beloningsbeleid, het hele ondernemingsbeleid, duurzaamheid, dat soort dingen speelt veel meer in een algemene functie dan in een specialistische functie. Maar je heeft als hoofd van het bedrijf bent u toch het beeld naar de maatschappij toe. En een jaar terug woedde er heel erg een bonusdiscussie, ook rondom uw persoon. Is dat dan even wennen als u toch gewend bent om eerst met de financiële dingen vooral en de financiële mannen bezig te houden? Ja, dat is wel even wennen. Maar je bent wel natuurlijk door de jaren heen toch wel een beetje gewend geraakt ook aan dit soort van discussies. En niet alle evenementen lopen altijd even makkelijk als je denkt of hoopt. Dus je bent wel gewend geraakt aan wat tegenspoeten. Tegenstrijdige dingen, dus helaas is die discussie geweest. Ik moet zeggen, ik vind het helemaal en jammerlijk dat die discussie geweest is. Verkeerde besluiten genomen, niet alleen door mij, maar ook door, denk ik, anderen die erbij waren. En ik wil er eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. Het is achter ons, het is gebeurd en we zijn met een hele nieuwe periode bezig. Maar dat is interessant, want die bonusdiscussie woedde inderdaad anderhalf jaar geleden heel erg. En we hebben net een nieuwe regering, nieuwe minister van Financiën, Dijsselbloem. Die wil wat strenger zijn vanuit de PvdA, is dat ook volgens mij meer zijn ding, streng naar de sector. En nu heeft hij gezegd, we willen een bonusplafond van 20% variabele bonus op het salaris. Ja. En toen heeft hij als ING zich toch weer over uitgelaten. Nou, ik heb gezegd, kijk, de hoogte van de bonus kan mij niet zo heel veel schelen.
Of die nou 100 is of 200 of 10 of uiteindelijk niks. Het gaat erom, kun je concurrerend zijn? Ja? Dus in een internationaal bedrijf als het onze, wij zijn zeer internationaal. Wij concurreren met bedrijven in Frankrijk, Duitsland, maar ook Amerika. Moet je dus wel je mensen zodanig kunnen belonen dat dat concurrerend is. En meer hoeft niet, maar minder ook niet. Ja. En daar gaat het om. Zolang wij concurrerend kunnen zijn en de juiste mensen kunnen aantrekken, heb ik geen probleem wat de hoogte van de beloning is. Zolang het hele financiële systeem of de bank in ieder geval maar aan dezelfde voorwaarden worden gehouden? Als het speelveld gelijk is, dan is het geen probleem. Ja. U krijgt zelf geen bonus tot 2015, totdat de staatssteun is terugbetaald. Zou u de studenten hier, zou u toch uw baan aanraden ondanks deze bonus? Is het te ambiëren, een CEO-functie bij ING? Nou, kijk, ik heb nooit voor het geld gewerkt. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar je kunt veel beter werken om het leuk te hebben, om een plezierige job te hebben, om leuk te vinden wat je doet. En als je dan nog eens een keer heel leuk betaald wordt, is dat gewoon leuk meegenomen. Maar om alleen maar voor het geld te werken, denk ik dat je jezelf tekort doet. Ja. U kiest dus ook voor inhoud. Nou, 4 jaar terug kwam het, kreeg u deze functie. De pers werd breed uitgeschreven over de niet-bankier Homma, die een van de grootste Europese banken ging leiden. Voelt u zich sinds 4 jaar al een beetje een echte bankier? Een echte bankier? Ja, dat is een moeilijk begrip. Hè? Wat is nou een echte bankier? Kijk, in de periode dat ik aan de andere kant zat, dat ik dus klant was van de bankwezen, kom je ook in aanraking met heel veel aspecten die je dus zelf doet waar je bijna bankier bent. Hè? Dus het bedrijfsleven heeft heel wat transacties die zij doen, overnames of grote projectfinancieringen, waar je dus zelf bij betrokken bent en die je dus opzet. Dus je bent intern in die onderneming ook een beetje bankier, de interne bankier. Dus ben ik nou een echte bankier? Nee, zal ik ook nooit worden. Die behoefte heb ik ook niet. Maar ik heb wel respect gekregen voor mensen in het bankwezen die hun job heel goed doen. Is het nou ook, ben ik wel benieuwd naar, vindt u nou dat misschien precies is wat de bankenwereld nodig had? Iemand van buiten de industrie die zichzelf misschien geen bankier noemt? Ik denk dat het belangrijk geweest is dat wij binnen ING een omslag hebben kunnen krijgen die nodig was, niet alleen binnen ING, maar binnen het hele bankwezen, veel meer klantgericht gaan denken. Denken vanuit de klant, niet alleen de grote klant, de Philips of de Alcoa's, maar ook de kleinere klant. Iedereen speelt mee. Iedereen is belangrijk in het hele concept. En de klant centraal stellen is veel meer dan alleen maar kijken van een paar woorden achter elkaar neerzetten. Dan moet je een hele filosofie omheen bouwen. En dan moet je dus ook een hele onderneming proberen op te richten. Dat vraagt een vrij complex proces van hoe dat je dat doet. Niet alleen maar een programmaatje schrijven en dan op de e-mail zetten en hopen dat iedereen dat gaat doen. Je moet sessies houden, je moet uitleggen waarom. Je moet naar klanten toe gaan, je moet ook horen van de klanten, wat willen jullie nou? Dus die discussie aangaan is heel belangrijk. En dan proberen die omslag te krijgen. En het is een omslag naar producten, naar de manier waarop je met klanten omgaat, naar de manier waarop je je producten aanlevert aan klanten. De technologie die gebruikt wordt. De openheid, de transparantie, al dat soort zaken spelen mee. Werd die openheid, die transparantie, die klantgerichtheid wel eens vergeten voordat de bom barstte? Nou, ik denk dat er minder aandacht voor was. En dat het nodig is dat klanten weten dat als je een transactie doet met een bank, dat je eerlijk wordt behandeld, dat je het goed kunt natellen ook nog een keer, dat je kunt zien wat er gebeurt. En dat je weet dat dit is een transactie die is goed voor mij. Ja? Ik denk dat het belangrijk is dat die houding door banken wordt uitgesteld. Ja. En een gevolg hiervan is dat, er is natuurlijk de crisis geweest. Er was heel veel verwijt aan de bankaire sector en op bankiers. En vanaf 1 januari heeft de nieuwe minister van Financiën besloten, komt er ook een bankiers-eed. En u mag hem ook gaan afleggen. Ja. Als een van de topmannen in het Nederlands financiële stelsel. Kunt u ons wat meer uitleggen? Wat is die bankiers-eed precies? Nou ja, kijk, wij hebben al een soort van eed binnen ING gedaan. We hebben een aantal jaren geleden al onze business principles, de values van ING, nog een keer goed onder elkaar gezet, een hele discussie over gehad. En toen wij de top 200 mensen bij elkaar hadden, hebben we dus gezegd, iedereen zet zijn hand op een groot bord. Dan kreeg je dus een wat speciale dingen waar je je hand op kon drukken. En daar schreef je je naam in. En daar stond onder dat je dus onderschrijft de business values en de business principles van ING, dat je daarna leeft.
En als je gaat kijken wat die zijn, dan sluiten die heel nauw aan bij wat een bankierseed gaat zeggen. Dus u gaat 1 januari gaat u keurig het afleggen. Ja, ik heb er mee. Maar denkt u dat dit soort maatregelen vanuit de Nederlandse overheid, denkt u dat deze echt effect sorteren of is het meer voor de beeldvorming? Nou, het effect vond ik bij ons veel meer dat we dat gezamenlijk deden. Dat we dus al die mensen bij elkaar gezamenlijk ook tegen elkaar zeiden, dit gaan we doen. En dat is een commitment niet alleen naar de klant toe, maar ook een commitment naar elkaar. Waar je dus elkaar op kunt gaan aanspreken op het moment dat je het niet doet. Dat vond ik meer het sterke van zo'n bijeenkomst en zo'n beetje plechtigheid. Ja? En sinds wanneer is dat ingevoerd bij ING dan? Nou, we hebben dat 2 jaar geleden gedaan. Vorig jaar nog een keer herhaald. Dus we zijn al eigenlijk al een tijdje bezig met deze ideeën. En alle nieuwe employees die... En we waren klaar om het gaan te introduceren voor 30.000 mensen binnen ING dit jaar. Dan wordt het wat uitgesteld, maar de top gaat het gewoon doen. Maar zo'n eet, of misschien als het breder trekken, zo'n bankierseed, stel die hadden we 5 jaar geleden gehad. Had de ING dan anders aangetroffen voor de crisis? Was het een ander bedrijf geweest? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het grote gedeelte van de mensen bij ING dezelfde mensen zijn als voordien. En dat het grote gedeelte van de onderneming allemaal mensen zijn die het beste voor hebben. Zowel met klanten als met de onderneming zelf. Die heel constructief, positief, echt geen mensen zijn die uitzonderlijk naar geld kijken. Het zijn mensen die echt het belang van de klant onderschrijven en die je moet helpen om dat te doen. En ik denk dat de focus die we erin aangebracht hebben, iedereen heeft aangesproken en nou, we zijn bezig. Er kan nog veel meer gebeuren, moet nog veel meer gebeuren, maar in ieder geval, wij zijn de goede weg op gegaan. Hoe wordt vanuit de ING-mentaliteit, zoals u omschrijft, dan bijvoorbeeld gezien dat ziekenhuizen of bijvoorbeeld een Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk tegen gevaarlijke derivatenportefeuilles aankijken momenteel? Nou ja, kijk, derivaten kunnen ook een hele belangrijke functie vervullen. Dat kan zijn, ja. En als je dus derivaten gebruikt om risico's af te dekken en je bent heel goed bekend met wat je doet en je bent een expert op dat terrein, dan maak je geen fouten. Dus wij hebben ook, denk ik, heel nadrukkelijk gekeken met wat voor mensen doen wij zaken. En zijn die mensen die zaken doen kundig? Weten die waar ze het over hebben? We hebben op een aantal terreinen zelfs onze mensen teruggehaald en gezegd, wij gaan niet verder met jullie. De business die jullie doen is niet in het belang van de business zelf. Toch moet je ook oppassen dat je het niet allemaal negatief maakt. Hè? Derivaten om pensioenen af te dekken tegen schommelingen in de markt. Als wij hypotheken boeken, we boeken een hypotheek voor iemand die een 30-jarige hypotheek afsluit, waar de rente vast is, maar die wij moeten financieren in een variabele markt, ja, dan moet je dat gaan afdekken. Ja, dus derivaten hebben een hele belangrijke positie, mits goed gebruikt. Oké, dus zijn op het moment dat een instituut zichzelf tegen derivaten ziet aankijken die misschien niet op dat moment helemaal juist zijn, is dat dan vanwege de onkunde van de personen die in deze positie zijn getreden, of heeft u dan misschien de capabelheid overschat? Ja, kijk, je kunt niet altijd iedereen 100% op waarde beoordelen. Hè? Het is lastig om te weten of je nou wel of niet precies begrijpt wat derivaten zijn en hoe dat ze werken. Wat wij wel moeten doen, vind ik, is goed kijken waarvoor wordt die transactie gedaan. Is het een transactie die een onderliggende transactie beschermt? Prima. Ja? Maar is het alleen maar een speculatieve transactie? Dan moet je gaan kijken, wie zijn die mensen? Waarom doen ze dat? Is dat hun professie? Zijn er mensen die precies weten wat ze doen? Hebben zij de middelen om dit te doen? Al dat soort zaken moet bekeken worden dan. En die bekijkt ING, bekijkt de bankiersector die in brede zeker, zin? Zeker, ja. Okay. Ja, we hebben 4 jaar geleden, heeft ze natuurlijk, is ING veelvuldig in het nieuws geweest vanwege de kapitaalster. De crisis was op haar hoogtepunt. En u kreeg een 10 miljard kapitaalinjectie van in der tijd Wouter Bos. Later ook nog een garantstelling voor de Amerikaanse hypotheekportefeuille. Maar we zien nu eigenlijk, door de 4 jaren heen, dat er zoveel consequenties aan zijn verbonden aan die staatssteun. Ja. En ja, u bent in het zadel geroepen om al die eisen een soort van uit te voeren. Afstotingen. U moest 45% inkrimpen, geloof ik. Hoe gaat dat, dat eisenlijstje wat u meekreeg? Nou, dat is geen leuk lijstje. Kijk, wij moeten die 10 miljard terugbetalen. En we hebben in feite nu, op dit moment, al 10 miljard terugbetaald. Dus ja, inclusief boete. En...
Wat? Inclusief boete en dat soort. Nee, maar de boete die moet daar naar bovenop komen. Dus we hebben een 50% boetepremie die daar bovenop komt. Dat is natuurlijk een hele hoge premie. Ja, dus wij verdienen goed aan ING, Nederland. Ja, Nederland gaat denk ik een heel leuk bedrag krijgen voor die 10 miljard. Dat gaat tenminste 3,5 miljard, meer dan 10 miljard zijn. Nou, dat is een flinke boete. Hè? Dat is een forse premie. En die betalen wij uit het kapitaal van ING. Dat betekent, het is niet dat we dus, zoals sommige landen, die hebben dat gedaan via aandelenkapitaal. Die hebben deelgenomen in het kapitaal van die banken. Nee, we hebben het gekregen via een lening en we betalen het terug. Nou, dat betekent dat je dus kapitaal moet genereren om het te kunnen terugbetalen. En dat betekent ook, als je het terugbetaalt, dan ben je dat kapitaal kwijt. En kapitaal is heel belangrijk. Dus wij zitten op dit ogenblik in een periode waar kapitaaleisen aan banken, gegeven Basel III, allemaal omhoog gegaan zijn. Als u kijkt naar 4 jaar geleden, dan heeft ING op dit ogenblik een kapitaalpositie die 2 keer zo hoog is als 4 jaar geleden, 5 jaar geleden. Dus we hebben ons kapitaal aanmerkelijk verbeterd. En niettemin betalen we dat geld terug aan de overheid en ook de premie terug aan de overheid. Tweede vraag die u had was die Alta-portefeuille in Amerika. Nou, dat is een financiële transactie geweest die eigenlijk puur zakelijk was. Wij hebben dat verkocht, die portefeuille, met een discount aan de overheid. De overheid heeft een lening gekregen van ING. En op dit ogenblik zie je dat die lening wordt afgelost, omdat die hypotheken worden afgelost. En we zitten heel dicht bij het punt waar het break-even point is, dus als de overheid eruit zou stappen, dat ze dat zonder verlies zouden kunnen doen. Dat doen we heel dichtbij. Misschien zelfs al eroverheen. Dus dat gaat ook weer een transactie zijn waar de overheid zeker geen verlies op leidt. En dan hebben we nog wat steun gekregen in de vorm van garanties op leningen, die we eigenlijk niet nodig hadden op dat moment. Want we hadden nog steeds toegang tot de kapitaalmarkt. Maar de regering wilde graag dat we dat deden, dat wij de eerste waren die dus het voorbeeld gaven. Nou, dat hebben we gedaan. Heeft u er achteraf spijt van, dat u daar bent ingegaan? Nou, die heb ik spijt van, omdat die pas in 2014 aflopen. Ja. En heb je dus al die tijd zogenaamd staatssteun, die je eigenlijk niet gewild had. En u mag geen prijsleider zijn, geloof ik, in Europa. Daardoor ook. Nou, dat in Europa, in Nederland tegenwoordig wel. Maar in een aantal landen in Europa waar ING direct actief is, mogen wij dat niet, ja. En die laatste lening waar u het over had, waar u eigenlijk een beetje spijt van heeft dat u daarop bent ingegaan. Is dat ook de lening die heeft gezegd dat u afstand moet doen van bedrijfstakken in Amerika? Van een bepaald onderdeel in Nederland? Het hele pakket wat we gehad hebben is door Brussel beoordeeld. Brussel, de Europese Commissie. En die hebben gezegd, de hoeveelheid staatssteun die jullie gekregen hebben, heeft een bepaalde formule. En die formule leidt ertoe dat je dus 45% van je balans moet afstoten. En daar zijn allerlei speciale definities voor gemaakt. Dat was ten dele het Amerikaanse bedrijf ING Direct. En bijna alle verzekeringsactiviteiten. Dus we zijn nu bezig om die allemaal af te stoten. Groot gedeelte is gedaan. We hebben dus Amerika afgestoten. Amerikaanse bank, ING Direct. We hebben Latijns-Amerika verzekering afgestoten. We zijn nu bezig met Azië. Daar hebben we al een aantal transacties gedaan. En dan gaan we volgend jaar het Amerikaans verzekeringsbedrijf naar de markt brengen, via een IPO. En dan het jaar erop denk ik dat Europa klaar is om naar de markt te gaan. Was het bedrijf te groot gegroeid, net voor de crisis? Nou, ik denk dat je een groot bedrijf had. Ik vond in principe het wel te groot, ja. En zeker omdat het 2 verschillende bedrijven waren, een bank en een verzekeraar, die toch aparte manieren van management vragen. Dus het is niet alleen een bevinding van Brussel. ING was ook uit zijn voegen gegroeid. Ik denk dat wij strategisch al een aantal discussies gehad hadden, net daarvoor, waar we toch wel gekeken hadden hoe moeten we dit gaan aanpakken. Er was nog geen besluit genomen, maar wel een aantal discussies geweest om ons te oriënteren. Is dit de juiste compositie van het bedrijf of moet je naar een andere structuur toe? En hoe ga je dat dan doen? Daar zijn we nooit aan toegekomen om dat te doen, maar door Brussel is dat wel versneld. Maar zelfs als u die eisen dus niet van Brussel had gekregen, had u ook een paar acties gedaan die u de afgelopen jaren heeft? Ja, ik kan wel zeggen dat hadden we het waarschijnlijk niet in het tempo gedaan, een ander soort van tempo. Maar nou heb je een verplichting om het te doen voor een bepaalde datum. En dat is natuurlijk nooit erg handig als je
de tegenpartij aan wie je verkoopt ook weet dat je met een bepaalde deadline... Ja, dat is een basiscase die wij hier leren op de universiteit. Natuurlijk slechte onderhandelingspositie. Zeker. Daarnaast is natuurlijk de financiële wereld is nog steeds in... Het financiële klimaat is nog heel slecht. Toch heeft hij voor al die bedrijven die heeft afgestoten laatst zijn... Volgens mij een prima prijs gekregen. Of zie ik dat verkeerd? Nou, laten we zeggen dat we het op juiste waarde hebben kunnen waarderen. Heel goed. Maar u bent dus tevreden met hoe die afstotingen zijn gegaan? Met het bedrag wat u voor Amerika heeft gekregen, ING Direct? Ja, ja. Ik denk dat we daar een hele mooie deal gedaan hebben. Ik moet ook zeggen, degene aan wie het verkocht hebben... Vind ik dat de strategie die zij hebben ook heel goed is. Als wij het bedrijf zouden hebben gehouden, wat we dus nu doen, dan had ik precies gedaan wat zij doen. Maar had u tegenpartner niet meer uit deze deal kunnen halen? Want ze wisten dat u het bedrijf moest verkopen. Hadden ze niet lager kunnen gaan zitten? Of ja, heeft u zo goed onderhandeld? Maar dan, kijk, wij hoefden niet per se te onderhandelen. En wat je doet in een proces als dit, je brengt het naar de markt toe. En dat doe je via een speciale procedure. En dan krijg je meerdere bieders die dus gaan kijken naar dat bedrijf. Je kijkt ook altijd naar, kan ik ook een beursgang doen voor die onderneming? Dus je volgt altijd meerdere tracks, zoals dat heet, hè? Dual tracks. Nou, dan levert dat een aantal discussies op. Het levert een aantal biedingen op. En dan ga je dus kiezen, met welke partij ga ik verder. En dan hebben wij een hele uitvoerige lijst van, waar moeten dan die transacties aan voldoen? Waar moet de bieder aan voldoen? Waar moet de transactie aan voldoen? Dus een hele lijst hebben we opgesteld van voorwaarden die we heel nauwkeurig nalopen. En uiteindelijk komt er dan iemand uit waarvan wij denken dat hij qua prijs, qua zekerheid, qua financiering, qua toestemming van regulators, want daar zitten we ook vaak mee, toezichthouders, dat de beste deal is die we kunnen doen. Ook kijken naar het personeel. Sluit het goed aan bij de mensen die wij hebben? Hè? Is dat een goede fit? Al dat soort dingen wordt dan bekeken, dan ja, hopelijk komt daar ook nog een goede prijs bij. Toen u in 2009 CEO werd, in hoeverre stond dat op uw doelstellingenlijstje, wat u presenteert aan uw bestuur? Hoezo? Het afstoten van de verschillende delen, omdat het al speelde, geeft u aan? Niet alleen door Brussel opgelegd? Nee, ik heb toen aanvankelijk, dat was nogal moeilijk, want er waren nog geen regels van Brussel. Dus toen ik binnenkwam, ik heb mijn eigen plan gemaakt op dat moment. En dat plan was een ander plan dan dat uiteindelijk door Brussel is goedgekeurd. Dat plan noemden wij back to basics, hè, terug naar de basis. En terug naar de basis niet alleen qua bedrijfsvoering, maar ook qua simpelheid. Qua hoe groot kan een bedrijf zijn? Wat voor zaken doen we en hoe doen we zaken met elkaar? Echt een versimpeling van de onderneming. Terug naar de klant. Ja, de klant centraal stellen. Al dat soort dingen hebben we dus onmiddellijk in 2009 opgenomen. Het risicomanagement verbeteren. Dus alle basisdingen waar later de commissie Maas, de monitoringcommissie, en allerlei andere rapporten mee gekomen zijn, hebben wij toen op dat moment al geïntroduceerd. Het afstotingsproces, wat we wilden doen, was meer beperkt. En was meer beperkt omdat we een timehorizon hadden, een tijdshorizon, die vrij snel was. Dus vrij snel proberen een aantal dingen te verkopen, bedrijf weer, laten we zeggen, financieel gezond te maken. Wat had u zelf willen verkopen? Nou, onder andere, we hebben ook een aantal dingen verkocht inmiddels. Private banking in een aantal landen, in Azië, in Zwitserland is verkocht. We hebben wat verzekeringsonderdelen op dat moment verkocht. Canada onder andere. Maar er was een heel plan. Het was wat beperkter, maar het ging wat vlugger. En ik denk als we dat gedaan hadden, hadden we dus een aandelenemissie kunnen doen. Om het restant te kunnen aflossen naar de Europese Commissie. Of naar de Nederlandse staat. Die discussie met de Europese Commissie is toen gekomen. Hebben we dus wat tijd in moeten stoppen. Pas eind 2009... hebben wij die discussie kunnen afronden. En toen lag daar het plan wat er dus nu ligt, wat we nu aan het uitvoeren zijn. Die kapitaalinjectie in 2008 die er dus voor heeft gezorgd dat u wat meer heeft moeten afstoten dan u misschien in eerste instantie wilde. Was er geen private investeerder op dat moment op wie u dat naartoe kon toestappen? Nee, er waren heel weinig. Op dat moment was er echt paniek in de financiële wereld. Er waren heel weinig bedrijven die in staat waren om, laten we zeggen, mee te doen.
Want iedereen was onzeker. Bijna alle grote bedrijven, grote banken, wereldwijd hadden problemen. Dus het was echt een wereldcrisis. Op dat moment was niemand in staat om ons te helpen. Maar is ING daar in die korte termijn nog actief naar op zoek gegaan, naar privékapitaal? Ja, we zijn wel op zoek geweest. En dan moet je dus ook zien dat ING toch geen echte investmentbank is. Hè? Wat je wel gezien hebt is dat banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley en Barclays, die hebben dus heel snel private equity of privéfinanciers gevonden. Warren Buffett of andere mensen die meegedaan hebben. Kun je zien dat wij niet in die wereld zitten. Wij zijn gewoon meer een bank voor, laten we zeggen, de kleinere klanten en de grotere bedrijven in Europa die wij financieren. Zou de regelgevers dat toegestaan hebben, dat er een privaat investeerder ten tonele verscheen? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Had ING kunnen voorzien wat de eisen vanuit Brussel zouden worden die gepaard gingen met zijn staatssteun? Nou, dat ze zo streng zouden zijn? Dat is heel lastig. Nee, dat hadden we niet voorzien. Nee. We hadden niet voorzien en we hebben ook naar de berekeningen die wij gemaakt hebben. Maar dat is lastig, want Brussel heeft de regels gemaakt terwijl het bezig was. Hè? Dus er waren geen regels op dat moment waar je aan kon refereren. Had Wouter Bos het moeten weten of kunnen voorzien? Nou, ik denk het niet. Nee, ik vind dat Wouter Bos het prima gedaan heeft trouwens. En ik heb veel respect voor wat hij gedaan heeft. Ja. Oké, volgens mij hebben we een vraag uit het publiek. Ja, ik heb een vraag. Ik hoor de interviewer net op het begin over de private investeerders. En waarop u antwoordt, ja, er waren weinig investeerders met dat economische klimaat die daarop in wilden gaan. Nou, heb ik wel gehoord dat er private investeerders uit de Golfstaten zijn geweest die wel wilden investeren. En het verhaal gaat ook dat Wouter Bos dit tegen wilde houden om nog een vinger in de pap te kunnen hebben. Nee, die private investeerders uit het Midden-Oosten hebben wij nooit contact mee gehad. Ik zag je net wel knikken, dus ik dacht, verhaal klopt wel ergens. Nee, echt niet. En ik denk niet dat het geval geweest is, dat geloof ik niet. Maar had het dan niet veel voordeliger geweest om een privaat investeerder te hebben? Want dan had u niet 45% moeten afstoten en de lening aan Nederland terug moeten betalen. Kennis van vandaag, absoluut waar. Ja. Maar in de tijd van toen, had het toen niet veel idealer geweest? Nee, ik zeg al, we hebben gekeken, we hebben wel rondgekeken, maar ING geen investmentbank zijn, zoals de Goldman Sachs of de Barclays. We hadden die contacten niet zozeer. We hebben nadien wel die contacten neergelegd. Op dit ogenblik hebben wij buitengewoon goede contacten met die wereld. Niet zozeer omdat we investmentbank zijn, maar omdat wij dus zoeken naar de hele gespreide financiering van de onderneming. Dus niet meer één, laten we zeggen, één bron hebben, maar meerdere bronnen waar je financiering kunt doen. Maar die hadden we op dat moment niet. Die contacten waren er niet. Dus er is de roddel dat er private investeerders waren in de Golfstaten, klopt niet? Nou, ik heb ze nooit gezien. Oké, ja, ik heb zomaar wat gehoord. Nou, dank u wel. Ja. Sommige van die eisen doen dus wel degelijk pijn. En ik geloof dat ik ook een titel heb gelezen van een krantenbericht waarin u zegt dat de Nederlandse lobby er ook eigenlijk een beetje gefaald heeft in dat opzicht. Ja, dat moet u zo zien. Ik vind dat wij als Nederland, en ik heb geen oordeel over, is het nou de overheid of bedrijfsleven, gezamenlijk vind ik dat wij meer moeten doen in Brussel. En dat wij dus ook meer actief moeten zijn, ook als bedrijfsleven zelf. Meer mensen moeten kennen, meer aanwezig moeten zijn. Meer moeten weten welke richting Brussel opdenkt. Daartussen moeten zijn, in de discussie moeten zitten. Veel meer dan we gedaan hebben. Was dit een taak geweest voor Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken? Ja, maar ik denk voor iedereen. Niet alleen Boele Staal, ik denk voor iedereen. Maar het is niet alleen de banken, het is ook het bedrijfsleven zelf. Die veel actiever moet zijn en veel meer in Brussel present moet zijn bij de discussie. Want u meent bijvoorbeeld dat Franse banken minder hard gestraft zijn? Ja, Franse banken hebben ook minder staatssteun gehad. En Franse banken hebben het dus collectief gedaan. Iedereen moest deelnemen en dus heeft niemand een voordeel gehad ten opzichte van de ander. En vandaar dat de Fransen gezegd hebben, wij hebben dus het probleem niet dat we hier ongelijk speelveld hadden. Iedereen had staatssteun, dus iedereen was gelijk bevoordeeld of benadeeld. Maar bijvoorbeeld SNS, ook een Nederlandse bank, die heeft ook staatssteun ontvangen. Ik meen niet dat zij hele harde sancties hebben gekregen vanuit Europa of vanuit Brussel. Ja, kijk, nou komen we weer bij de discussie. Wie heeft er meer gehad dan wie? We hebben daar een discussie over gehad. Die discussie ligt achter ons. We hebben nu een deal met Brussel afgesloten, waarin wij gezegd hebben, we gaan voort, we gaan het afronden.
We proberen dat te doen voor een bepaalde datum. En ik kijk op dit ogenblik alleen vooruit. Ja, een paar weken terug heeft u inderdaad een akkoord in het nieuwe herstructureringsprogramma. U krijgt meer tijd om alle verzekeringsdingen af te stoten. Ja. En u hoeft geloof ik minder af te stoten van Westland Utrecht Bank? Nou, nee. Wat we gedaan hebben, we hebben inderdaad meer tijd gekregen. Dat is dus voor het onderhandelingsproces heel makkelijk. En we hebben voor de bank Westland Utrecht, die wij moesten verkopen, waar we 52 of 54 mensen voor benadeeld hebben, daar was echt geen koper voor. Dus wat we nu gedaan hebben, een stuk van Westland Utrecht hangen we om de Nationale Nederlanden. Dat is het verzekeringsbedrijf van ING. Dat wordt afgestoten in 2014. En dan gaat het dus met Nationale Nederlanden gaat het dan naar buiten toe. Ja, u heeft dus een mooi akkoord eigenlijk met Brussel kunnen sluiten. Zou daarvoor de relatie misschien iets wat verstoord was? Of het lag wat lastiger? U heeft rechtszaken tegen elkaar gedaan bij het Europese Hof. Hebben die rechtszaken geholpen in het bereik van dit akkoord? Ja, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Misschien wel, misschien niet. Ik kan het moeilijk, een plaats geven. Ik denk dat we gedaan hebben wat wij vonden dat we moesten doen. Maar ik kan niet zeggen dat we daar nou een groot voordeel of een groot nadeel van gehad hebben. En meneer Dijsselbloem, was hij er dan bijna betrokken nog een paar weken terug? Nee, dat was allemaal met Jan-Kees de Jager. Oké. Ja. Een hele open vraag. Hoe gaat het nou eigenlijk met ING momenteel? Als we alles bekijken, het afslanken van de balansen, lopen de operaties zoals u en ook men, misschien uw bestuur en uw aandeelhouders hadden voorzien? Ja, ik moet zeggen, we liggen helemaal op schema. We hebben dus een bank daar nu staan met een heel goed gedefinieerd plan. Een hele heldere strategie waar de bank naartoe gaat. We zijn dus een Europese bank geworden. Voornamelijk Europees. Voornamelijk ook een retailbank. Die dus heel wat spaargeld ophaalt in diverse landen. Waar de core van de bank Nederland, België, Duitsland en Polen gaat worden. En dat we daarom in wat landen zoals Spanje, Italië, Frankrijk, maar ook het Oost-Europese gedeelte, tot en met Turkije, een goede positie hebben. Dan hebben we een commerciële bank, die dus de commerciële klanten helpt. De bedrijven, de middelgrote bedrijven en de grotere bedrijven. En daar hebben we in 40 landen vestigingen, die dus die bank als bank die klanten kunnen bedienen, waar zij dus internationaal actief zijn. Het kan zijn met handelstransacties, kan zijn met projectfinanciering. Het kan zijn met speciale gestructureerde leningen die nodig zijn om bepaalde energiebronnen te ontwikkelen. Daar zijn wij dus, dat is de bank. Maar voornamelijk een Europese bank. Dus heel wat afgeslankt, heel simpel gemaakt, makkelijk te besturen. Maar een leuke combinatie tussen de retailkant en de commerciële kant. En wij gebruiken de balans als één bedrijf. We zijn dus niet meer 3 of 4 verschillende onderdelen. We zijn één onderneming geworden. Ja, dus dat back to basics, dat betaalt zich uit, zegt u? Ja. Zijn de netto resultaten daar ook naar, ook op het afgelopen kwartaal? Ja, eigenlijk wel. Als u kijkt naar, dit zijn moeilijke tijden op dit ogenblik. Hè. We hebben een recessie in Europa. Als u kijkt naar de prestaties van de ING en u kijkt naar de return on eigen vermogen, dan doen wij de bank op dit ogenblik iets minder dan 10%. En dat is naar 10 tot 13. Ja, maar dat zijn de doelstellingen, hè? 10 tot 13. Ja. Als je kijkt, we zitten net beneden de doelstelling. Dat is eigenlijk op dit ogenblik voor een Europese bank een heel goed resultaat. Ja. Maar u bent blij met het goede resultaat. Een paar weken terug had u de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers. Toch moest u een nieuwe ontslagronde aankondigen. Ja, we hebben, laten we zeggen, 2 issues die daarbij spelen. Aan de ene kant heb je dat technologie geweldige voortgang maakt en het mogelijk maakt dat je dus op een hele andere manier kunt gaan werken. Wij zijn aan het kijken, in het verleden heeft niet ING, maar bijna iedere bank denk ik, zichzelf georganiseerd naar binnen toe. Hoe kunnen wij zo efficiënt mogelijk zijn naar binnen toe? We gaan nu kijken hoe kunnen wij zo makkelijk mogelijk onze klant bedienen. Dus we zijn echt het bedrijf aan het omzetten naar klantvriendelijkheid, naar klantgerichtheid, niet alleen naar producten, maar ook de manier van werken. En als je dat doet, en je doet dat via processen die niet meer stukje bij stukje zijn, maar die dus aangesloten zijn, één groot proces, end-to-end zoals wij dat noemen, dan blijkt dat je je hele procesvoering veel efficiënter kunt maken, veel beter kunt maken, maar vooral veel klantgerichter kunt maken. Dus we krijgen een klantgericht proces dat voor de mensen die daar aan werken veel makkelijker is, eenvoudiger is, maar ook veel leuker is.
En op hetzelfde moment waar we dus veel minder kosten maken. Ja, en dat leidt tot, laten we zeggen, overbodige arbeidsplaatsen. Maar de ontslagen die vallen zijn dus voornamelijk administratieve werkkrachten. Ja, dat is in één gedeelte. En het andere gedeelte van de commerciële bank hebben we nog een keer gekeken naar welke zaken willen wij nou wel doen en welke niet. En daar zijn een paar, laten we zeggen, eerste lijn activiteiten afgestoten die we dus niet meer gaan doen. Het proces is dus veranderd, is iets in de mentaliteit van de bankiers veranderd. Neemt u ook andere bankiers aan? Nou ja, wij nemen ieder jaar, ik had van de week nog 30 of 35 mensen van verschillende universiteiten van Nederland die klaar waren. Die wij speciaal in het programma hebben zitten voor 3 dagen. Waar we gaan kijken van wie kunnen wij aannemen. Dus wij nemen nieuwe jonge mensen aan met goede opleidingen. En maken daar nieuwe bankiers van. En we zijn bezig intern met een hele nieuwe interne bankiersopleiding. Wij gaan terug naar het oude bankieren, het ouderwetse bankieren. En dat wil zeggen goed voor retail, maar ook goed voor de commerciële klant. Terug naar de basis, leningen maken, goed weten welke kredieten wel en welke je niet kunt doen. Dat soort van dingen. Goed risicomanagement. Betekent u ook dat u naar een ander type bankier op zoek bent als werknemer? Nou, ik denk dat geleidelijk aan dat dat een ander soort van bankier gaat geven. Ja, dus veel meer terug naar de traditionele manier van je moet transacties kunnen doen, maar de transactie is een onderdeel van een relatieproces. Dus wij gaan terug naar relatiebankieren en niet meer transactiebankieren. Ja, waar de transactie het doel was, transactie is een middel om een klant tevreden te stellen. Ja, nou bijvoorbeeld met de studenten die u heeft ontvangen vorige week. Betekent dat dan ook, want ik heb begrepen dat zij ook een persoonlijkheidstest maken in het officiële traject naar ING. Betekent dat die persoonlijkheidstesten ook anders beoordeeld worden? Dat u op zoek bent naar een ander type? Ja, ik kan zeggen dat wij dus nu met ons beleid, een nieuwe HR-director aangenomen, dat we echt een beleid gaan neerzetten om de organisatie van de toekomst, zoals wij die willen en zoals wij die zien, in te vullen met de mensen die dan belangrijk zijn. Dus dat we in ons nieuwe beleid, ja, je kunt niet iedereen vervangen, dat lukt gewoon niet. Maar geleidelijk aan kun je dus wel naar een hele nieuwe manier van werken, manier van denken en naar de mensen die dat kunnen ondersteunen. Ja. Okay. Maar deze mentaliteitsverandering bij bankiers werd natuurlijk omgevraagd door de maatschappij. Lehman was een voorbeeld in 2008 toen het goed misging. Heeft hij het idee dat het rustiger is sindsdien, toen de crisis begonnen? Nou, ik vind de maatschappij op dit ogenblik, de economie buitengewoon moeilijk te lezen. En ik vind de economie op dit ogenblik, denk ik, wat lastiger dan in 2008, 2009. Kijk, 2008 was een incident wat een geweldige tsunami gaf in de wereld. Maar wat eigenlijk in 2009 begon te herstellen, vrij snel. En wat je nu ziet is meer dat het een zeurderig probleem lijkt te zijn. Het glijdt een beetje en je hebt weinig houvast. Het is een meer structureel probleem misschien. Ja, ik denk dat er nog steeds te veel schuld in de maatschappij zit die opgelost moet worden. En dat vooral het vertrouwen terug moet gaan komen. Vertrouwen bij consumenten, vertrouwen bij bedrijven. Opnieuw gaan investeren, consumenten opnieuw gaan uitgeven. En dat, ja, dat duurt lang voordat dat hersteld is. Dat gaat een bepaalde periode overheen. En de Nederlandse Bank is begin deze week heeft ze bekendgemaakt met haar prognose van afgelopen jaar. 1% krimp Nederland. Volgend jaar verwacht ze nog meer krimp. Had u dat aanzien komen? Nou ja, onze economen voorspelden ook voor volgend jaar een krimp. Alleen niet zo groot als wat de Nederlandse Bank voorspelt. Wij zijn wat optimistischer. We denken dat de eerste helft van het jaar behoorlijk negatief zal zijn, maar dan de tweede helft toch weer gaat bijtrekken. Nog niet dat het geheel positief is, maar wel dat je kunt zeggen in 2014 zal het weer positief worden. Maar de Nederlandse Bank heeft ook prognoses gemaakt voor de landen om ons heen en wij gaan krimpen inderdaad. Duitsland groeit gewoon, België stagneert en Frankrijk krimpt minder hard dan ons. Is dat ook wat ING heeft onderzocht of bevonden? Ja, wij kijken naar alle landen en we zien ook wat in die landen gebeurt. We denken dat toch een aantal ontwikkelingen toch zorgelijk zijn. We hebben nog steeds een eurocrisis. Die is wel wat minder geworden, voornamelijk door wat Draghi heeft gedaan. Ik vind dat hij buitengewoon knap heeft gewerkt. Maar ik vind ook dat nou de politici door moeten tasten en moeten laten zien dat zij kunnen doen
waarvoor Draghi gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Maar hoe verklaart dat Nederland er eigenlijk slechter aan toe is de aankomende jaren qua economische groei dan de omringende landen? Nou, ik denk dat wij dus voor een groot gedeelte van onze export van Europa afhankelijk zijn. ING heeft een studie gedaan een aantal jaar geleden waar wij konden zien dat de afhankelijkheid van Europa qua export rond tussen de 60% en 80% ligt. Afhankelijk van de jaren waarin je dat meet. En dan zie je dus dat je eigenlijk te veel gericht bent op Europa, waar op dit ogenblik de problemen vrij groot zijn. Dus dat spreiding van je activiteiten heel belangrijk is. En dat je dus ook als Nederland moet gaan kijken naar China, naar Brazilië, naar meerdere landen waar je de producten zou kunnen verkopen, Afrika, maar ook Noord-Amerika, dan dat we gedaan hebben. Maar u bent niet van mening dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld die discussie moet heel erg de laatste dagen te hard aan het bezuinigen is, waardoor de Nederlandse economie slechter zou gaan? Ja, dat is altijd moeilijk of je nou te weinig doet of te veel doet. Kijk, als je rigoureus bent en je kunt er snel doorheen komen, dan ben je ook weer snel klaar. Als het te lang duurt, dan blijft het doorzeuren. Hè? Dat is ook lastig, dat geeft geen vertrouwen. Lastig vraagstuk vind ik, of je nou te veel of te weinig doet. Ik denk dat wat ze gedaan hebben, wat was nodig op dat moment. En dat zij willen kijken in de eerste helft volgend jaar of meer maatregelen nodig zijn. Nu is het duidelijk geworden dat Draghi die stopt ermee. Markten reageren er negatief op. U ook? Wie stopt ermee? Draghi houdt ermee op. Nee, heb ik vernomen. Draghi is sorry, moet ik mijn bollen checken? Nee, ik denk het niet. Nee, Draghi zit veel te vast in het zadel. Die houdt er niet mee op. Ik vind het veel te leuk. Sorry, ik ben in de war met Monty. Juncker? Ja. Of Monty? Monty. Ja, sorry. Allemaal mensen die gaan stoppen. Monty, ja. Ik verspreek me. Die stopt ermee, de markten reageren daar negatief op. Hoe denkt u daarover? Ja, ik vind dat Monty is een man die vertrouwen heeft. Hè. Die vertrouwen uitstraalt, die weet wat hij doet. Technocraat, die dus denk ik een goed programma neergezet heeft. Ja, terug naar de periode Berlusconi zou niet goed zijn, denk ik, voor Italië. En daar reageren de markten op. Die zeggen, hopelijk komt dat niet. En hopelijk kunnen wij Monti overtuigen dat hij nog een tijdje moet blijven. Ja. En als die lijn doortrekken naar een hoger op in Europa, er staat weer een eurotop morgen te wachten. Wat moeten zij doen om meer rust te creëren in de markt? Nou ja, zijn ze de goede weg op? Er is een uitgebreid programma gemaakt door Van Rompuy. Die dus een schets heeft gemaakt van wat je in Europa zou kunnen doen. Dat moet goed worden doorgesproken. Er liggen concrete voorstellen voor in onze sector voor bankentoezicht. Voor een bankunie, hoe gaat die er dan uitzien? Nou, dat zal wel een tijdje duren, denk ik, want het is vrij complex en ingewikkeld. Er zitten heel wat aspecten aan die daarbij bekeken moeten worden. Maar in ieder geval, zolang het de juiste richting op gaat en de juiste beweging heeft en de trendline zich blijft doorzetten, denk ik dat belangrijk is voor financiële markten. Om daar het vertrouwen in te blijven uitspreken. Je bent dus fan van het bankenplan, zoals Van Rompuy het voorgesteld heeft? Nou, ik vind het bankenplan wat hij voorstelt met een bankenunie, vind ik wel een goed idee. Maar het moet wel heel goed worden ingevuld. Want op het moment dat je, laten we zeggen, te snel gaat zeggen dat gaan we doen, en de voorwaarden niet gecreëerd zijn om daaraan mee te kunnen doen, zou je verantwoordelijk kunnen worden voor een aantal banken waar je niet verantwoordelijk voor wilt zijn. Dus je moet wel heel goed de definitie hebben van wat is het, wanneer is het daar en onder welke condities mag wie meedoen. Zou u zeggen dat alleen systeembanken in het bankenplan moeten worden opgenomen, zoals Frankrijk en Duitsland aangaven? Ik denk, nou, Frankrijk die wil iedereen en Duitsland wil alleen maar de systeembanken. Ik denk dat het geleidelijk aan van, laten we zeggen, de grotere banken steeds meer naar de kleinere banken zal gaan. Of iedereen daarbij hoort is een vraag, maar dat iedereen onder dat toezicht zou moeten vallen, op de een of andere manier, om het speelveld namelijk gelijk te maken voor iedereen, is wel belangrijk. En dan zou je kunnen denken aan een speelveld die wordt gecreëerd door de ECB, de Europese Centrale Bank, die dan een heel nauw contact staat met de diverse banken, centrale banken per land, en dat die toezicht houdt via die centrale banken per land. En dan kan het toezicht op een vrij laag niveau toch worden gecontinueerd in de geest van de ECB. Dat is wel belangrijk, denk ik. Maar oké, ja, dat ben ik met u eens. Wat is op dit moment een systeembank eigenlijk? Ik denk dat de besmettingsgevaren op dit moment zo hoog zijn. Waar moet die grens getrokken worden? Hoe komt dit woord tot stand? Nou, de FSB heeft 29 banken als systeembanken aangemerkt. ING is er één? Wij zijn er één van. Wij zijn één van de kleinere. Hè? We hebben de laagste categorie
systeemrisico, nummer 1. De hoogste hebben nummer 3. En dan de Nederlandse bank gaat ook kijken naar binnen Nederland. Wat zijn de systeembanken? En welke categorieën gaan wij in Nederland aangeven? Ik denk dat de Nederlandse bank gezegd heeft, we gaan ze allemaal dezelfde categorie geven. Oké. Okay. Maar goed, als we die schaal doortrekken, er zijn dus systeembanken belangrijk voor de Financial Stability Board. Er zijn systeembanken die wij in Nederland aanmerken als systeembanken. Misschien kunnen we ook nog per provincie kijken. En dan hebben we op een gegeven moment het hele landschap afgedekt. Ja, ik denk dat de Nederlandse bank voldoende heeft om dat in Nederland te kunnen blijven doen. Per provincie lijkt me niet nodig. Maar de besmettingsgevaren lijken me zo hoog. Ook voor als een kleinere bank omvalt, ook de reactie van de markt, van de rekeninghouders. Is niet op dit moment elke bank gewoon een systeembank? Nou ja, je kunt zeggen dat op het moment dat banken omvallen, dat je een probleem hebt voor het systeem. Het hangt er een beetje vanaf hoe groot dat die banken zijn, maar er komt dan een klein blipje in dat systeem. En afhankelijk van de verwovenheid van die bank met allerlei andere banken, kun je dus een echt probleem creëren. Ik denk dat men heel goed in de gaten houdt hoe dat de interne verwovenheden zijn. En zeker waar dat transnationaal gebeurt, dat heel goed wordt bekeken op dit ogenblik. Men heeft dus plannen gemaakt voor, en die hebben wij ook gemaakt, voor stel dat je in de problemen komt, heb je dan een recovery plan klaar liggen? Heb je zelfs een resolutieplan klaar liggen? Dus recovery wil zeggen, ik heb een probleem en ik ga het oplossen. En resolutie wil zeggen, ik heb een probleem en ik kan het niet oplossen. En dan wordt het dus door de toezichthouder overgenomen en die dan de bank gaat opheffen of verkopen of verdelen in activiteiten die door anderen worden overgenomen. Dus er liggen plannen klaar om, en meerdere plannen liggen nou klaar, om de systeembanken die er zijn, om die denk ik heel goed te begeleiden. Ja, dus gecontroleerd te bouwen. Want dat is bijvoorbeeld een plan waar wij over hebben gelezen van de FDIC in combinatie met de Bank of England. Ja. Waarbij systeembanken dus systematisch ontmanteld worden. Zou je daarover, wat vindt u daarvan? Van het plan? Nou ja, kijk wat de Amerikanen en de Engelsen gedaan hebben. Die hebben dus samen gekeken van, kunnen we dat doen op het terrein van de holding company van de bank? Dus niet op de bank zelf, op de holding company. En dat betekent dat er voldoende middelen moeten zijn in de holding company om dat probleem op te lossen. En dan heb je dus minder problemen dat je dus op een cross-border activiteit, hè, dus als je over grenzen heen gaat, dat je allerlei dingen moet gaan oplossen lokaal. Dus als je het op de holding company kunt doen, ja, dan heb je een vrij simpele oplossing. En daar zijn ze dus nu samen aan het kijken of dat kan. En dat betekent dus dat je je kapitaal op holding company moet hebben, maar ook je schulden. En dan kan het dus gezamenlijk worden opgelost. Maar veel van die systeembanken zijn ooit in de problemen geraakt door de hypotheekportefeuilles. Hoe staat het met de hypotheekportefeuille van ING in Nederland? Goed. Ja? Ja. Want gisteren bereikte ons het nieuws dat ING achter 20.000 huishoudens actief achter de broek gaat zitten, omdat eventueel zijn hypotheek niet zouden kunnen afbetalen? Ik zou het niet actief achter de broek willen noemen. Ik zou het willen noemen dat wij mensen willen helpen, waarvan wij kunnen zien dat ze misschien in de problemen zouden kunnen komen, dat we die mensen willen helpen. Het is namelijk zo dat het niet alleen hypotheekproblemen zijn. Die hebben vaak ook andere problemen. En als je zou kunnen helpen om tijdig met die mensen aan tafel te zitten, te kijken naar hun budget, een stuk budgettering te leren, hoe dat het werkt, te leren welke schulden wel aan te gaan en welke niet. Hoe dat je om moet gaan met kredietkaarten, ja, hoe dat die werken. Dat soort van dingen, denk ik, is heel belangrijk. En die dienstverlening willen wij dus nu aan onze klanten gaan geven om te zorgen dat ze niet in de problemen komen. Dat op lange termijn uw hypotheken terugbetaald worden. Ja, maar ook te zorgen, ja, natuurlijk. Er zit natuurlijk een stuk eigenbelang bij. Hè. Natuurlijk moet je dat ook doen. Maar het zit er ook bij dat je dus naar de klanten toe een stuk dienstverlening wilt doen die de klant niet in de problemen brengt. Want daar zit ook een stuk emotie dadelijk bij klanten die, ja, toch vrij hoog kan oplopen als ze echt in de problemen gaan komen. Is dat een nieuwe tak van bankieren? Dus het private schulden, de consumentenschulden herstructureren? Nou, een nieuwe manier van bankieren is het niet. Ik denk dat het vroeger ook gedaan werd. Als er vroeger in een klein dorp een probleem was, dan ging de lokale bankier naar de mensen toe en die hield een gesprek en die zei, hoe kunnen we je helpen? Ik denk dat we dat nu weer willen doen, maar dan met moderne middelen. Dus ING gaat terug naar het lokale, meer lokaal gericht. Back to basics, hè? Maar u zei, het gaat goed met de hypotheekportefeuille. Toch heeft u bij een kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de verwachtingen zijn dat de prijzen nog heel erg gaan dalen de aankomende jaren van de huizen.
Nou, kunt u dat opvangen? Nee, die hebben wij niet zozeer uitgesproken. We hebben gezegd dat op dit ogenblik de problemen zijn iets van 1,2%. Maar we zien dat mensen achterstand hebben. In Nederland zijn mensen die een huis kopen, een hypotheek hebben, die betalingen die lopen heel goed door. Ook al zitten mensen vaak in een probleem. En dat komt, sociale voorzieningen zijn goed. Onze werkloosheid is relatief laag, als je het vergelijkt met andere landen. Hè, tot op een paar maanden geleden was het nog beneden de 6%. Dus relatief laag, en dat betekent dat er behoorlijk wordt verdiend om de hypotheken te kunnen blijven betalen. Dan zijn de prijzen wel gezakt. Er zijn een aantal hypotheken die hoger zijn dan de waarde van het huis. Maar dat betekent niet dat men dus niet betaalt. Men betaalt gewoon door en hopelijk op een zeker moment komt die waarde weer terug. Zou u betalen? Ja, natuurlijk wel. Ja. Als uw hypotheek onder water stond? Ja, ik denk dat je een verplichting bent aangegaan om dat te doen. En hopelijk op een zeker moment komt die hypotheek weer terug. Of de waarde van het huis weer terug. Ja, ja. Ja, dat dachten we natuurlijk 2008 ook. Dat de huizenprijzen wel weer omhoog zouden komen. Nee, maar kijk naar Amerika. In Amerika heb je een hele scherpe daling gehad van de huizenprijzen. Van bijna 35-40%. Die huizenprijzen op dit ogenblik zijn weer aan het terugkomen. En die zijn al terug iets van 13-15% de afgelopen anderhalf jaar. Dus wanneer de economie zich gaat herstellen, komt die prijs ook wel weer terug. Het zal wel even duren, maar het komt wel weer terug. Onder uw leiding heeft ING echt gekozen om inderdaad een Europese bank te worden, zoals u net al aangaf. Is er eigenlijk in de toekomst nog wel plek voor grote globale banken? Ik denk dat je meer en meer zult zien dat banken een bepaalde omvang zullen hebben. Dat je gaat kijken naar de managerial capaciteiten van de bank. Hoeveel kun je aan, hoeveel kun je behappen. En dat je toch vooral hele simpele ondernemingen wilt houden. Dat je ook gaat kijken naar de toekomst toe, denk ik, dat klanten die vragen perfecte dienstverlening. Echt perfect. Dat wil zeggen, als ik een transactie doe met een bank, dan eis ik dat die transactie perfect wordt uitgevoerd. Dat betekent dat je dus hele goede technologie moet hebben om dat te kunnen doen. En dat je processen echt goed op orde moeten zijn met perfecte systemen. Ja, en dat betekent ook dat je lage kosten zult hebben, want mensen willen gewoon in deze periode niet veel betalen voor dienstverlening. Dus lage kosten zijn belangrijk om die soort van dienstverlening te kunnen doen. En u heeft dit nieuwe bankieren dus een beetje ingezet. U bent 4 jaar geleden CEO geworden. Officieel loopt uw contract af volgend jaar, in mei geloof ik. Ja. Weet u wel wat uw plannen zijn daarna? Gaat u door nog bij ING? Nee, weet ik niet. En wanneer wilt u dat weten voor uzelf? Nou, ik wil het weten wanneer ik het bekend maak. Kijk, en heel politiek correct antwoord. U zult weten dat een positie van die ik nou vandaag heb, dat alles wat je daarvan zegt koersgevoelige informatie is, dus ik mag er gewoon niks van zeggen. U heeft heel veel dingen al afgewerkt, afstoting, maar u moet nog een paar dingen doen, zoals inderdaad de Nationale Nederlanden iets losser krijgen van het ING. Wilt u pas weggaan als u echt dat soort grote dingen heeft gedaan, of kan uw opvolger dat ook? Dat is een hele slimme vraag, daar ga ik geen antwoord op geven. Jammer, ik dacht ik probeer het toch. En stel, u blijft nog een jaar of een half jaar of 2 jaar. Ik kan me niet voorstellen, u bent een man die altijd heel veel commissariaten heeft gehad, dat hij dan helemaal niets gaat doen, op uw lauwe gaat rusten. Nou, ik kan daar niks van zeggen. Echt niet. Ik heb heel veel dingen die ik zou willen doen. Ik heb ook hele andere dingen die ik zou willen doen. Ik heb nog een familie in Amerika zitten die ik graag wat meer zou willen zien. Dus er zijn nog heel veel dingen die mogelijk zijn. En u zult horen binnenkort wat de besluiten zijn. Maar dat is aan de Raad van Commissarissen, dus niet aan mij. Zijn in het Back to Basics landschap, zoals we dat hopelijk zo meteen gaan zien, zijn dan de excessieve beloningen of oud-bankiers die bijvoorbeeld vinden dat ze recht hebben op nog meer pensioen, terwijl ze toch aan de voorbode stonden van het bedrijf dat zeer bergafwaarts ging. Zijn dat dingen van het verleden? Ja, ik hoop het wel. Ja, ik hoop dat voorbij is, dat we kunnen zeggen dat ligt achter ons. Dat we werken op basis van solidariteit. En dat we ook werken op basis van ja, de loyaliteit die je toch moet hebben in onderneming om samen iets te kunnen doen. En daar hoort ook bij dat als het wat minder gaat in die onderneming, dat je ook je schouders eronder zet om het in die periode goed te laten gaan. En een beetje je eigen belang achterstelt bij het belang van de onderneming. Ja, hoort er ook bij. In de hele bankindustrie is dat ook een tendens die we gaan zien? Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat het wel zou moeten zijn. Of dat zo gaat worden, weet ik niet. Maar ik denk bij een aantal mensen dat het geen probleem is. Als ik kijk naar
hoe dat de mensen waar wij mee werken daarin zitten, dan moet ik zeggen heel constructief en heel positief. Ja. Oké. Ik denk dat wij bijna aan het einde zijn gekomen. Zijn er nog vragen uit het publiek aan de heer Homme? Ik zag nog hoor. Ik dacht dat er geen tijd was voor mijn vraag, maar hij drong nog wel een beetje. Want u had het net over de hypotheken. En u verwacht dat de prijzen nog wel een beetje gaan stijgen, want de economie trekt ook alweer aan. Maar volgens, ook volgens uw eigen economisch bureau gaat het nog helemaal niet zo goed met de economie. De komende tijd ook niet. En nou was ik benieuwd, hoe kijkt u naar uw collega's? Want Piet Moerland bijvoorbeeld van Rabobank, dat is de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Stel dat die prijzen nou wel bijvoorbeeld 30%, dat zijn schattingen, gaan dalen. Hoe zou een Rabobank dat moeten oplossen? Dat moet Rabobank doen, hè? Uiteraard. Ik ben alleen maar voor ING. Dus, nee, ik, even correctie, hè. Ik heb gezegd dat als je naar Amerika kijkt, dan zie je dat de huizenprijzen gestegen zijn. Ik zeg dat niet voor Nederland. In Nederland, hopelijk als de economie op een zeker moment beter gaat worden, dat dan ook, ik denk een tijdje later, ook die huizenprijzen weer gaan aantrekken. Maar op een zeker moment, is dat over 5 jaar? Ja, moeilijk te zeggen. Ik heb al eerder gezegd, ik vind de economie op dit ogenblik heel moeilijk te lezen. Omdat het een zeurderige economie lijkt, die maar niet van de grond wil komen. Waar het vertrouwen op dit ogenblik ontbreekt. En dat is een lastige om dan te zeggen, waar gaat het heen? Op een zeker moment trekt het wel weer aan. Hoe lang dat gaat duren, kan ik moeilijk zeggen. Ik kan 6 maanden vooruitkijken, langer kan gewoon niet. Maar juist wanneer u zegt dat de economie er zeurderig uitziet, dat is toch, dan kunnen we toch juist geen vertrouwen in de economie hebben. Ja, ik wil niet te pessimistisch zijn, maar juist met zo'n visie op de economie verwachten we helemaal niet dat het veel beter gaat. En dan worden hypotheken, waar ik toch even op terugkom, dan toch wel echt een probleem. Ja, wat ik ook wil doen, is niet al te negatief zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen pensioenkortingen. Ik denk dat dat best zou meevallen. Ik zie het probleem wat een aantal mensen zien in de pensioensector echt niet zo groot. Ik denk dat het niet nodig is om grote kortingen te doen op pensioenen. Nou, er zijn een aantal mensen die horen van ja, maar je krijgt eigenlijk maar de helft van je pensioen. Ik vind dat gewoon indianenverhalen. En die zorgen dat mensen de hand op hun portemonnee houden op dit ogenblik. Die geven niks uit. We kunnen elkaar ook een negatief sentiment aanpraten en zorgen dat het echt verkeerd gaat. Daar zijn wij niet voor, denk ik. Ik denk dat wij, en zeker ik in mijn positie ervoor ben, om ook naar de positieve kant te kijken. En ook een beetje perspectief te bieden. Een beetje hoop te geven. Dat is ook belangrijk, denk ik, voor de samenleving. En dat probeer ik toch een beetje te doen. Dat, het zijn moeilijke tijden, het is moeilijk te lezen, het is niet duidelijk waar we heen gaan, het is niet positief, maar hopelijk op een zeker moment wordt het wel weer wat beter en dan zullen ook die huizenprijzen wel weer wat gaan aantrekken. Maar bent u echt zo optimistisch of is dit gewoon de rol die je moet spelen als publiek figuur? Om inderdaad het consumentenvertrouwen niet nog verder te bedrukken? Nou, ik wil niet het extreme negatieve zijn. Ik ben niet optimistisch, maar ik wil niet extreem negatief zijn. En ik denk dat dat nodig is als je in een leidinggevende functie zit. Ja, je kunt zo makkelijk elkaar een probleem aanpraten. Je kunt ook proberen om met elkaar het probleem op te lossen. En een Koen Teulings, ook in een leidinggevende functie, die laat zich vrij negatief uit. Is dat onverstandig? Die heeft een andere functie. Hij moet objectief de cijfers beoordelen die op dit ogenblik daar zijn. Ik moet mijn cijfers ook objectief naar de markt brengen. Maar ik moet ook een beetje hoop bieden. U heeft een beetje de priesterrol. Niet direct de priester, maar ik vind toch wel dat niet het extreem negatieve, dat het ook belangrijk is. Goed, nou die positieve toon die hopen we er dan wat meer in het nieuws terug te zien. Voor nu wil ik deze sessie afsluiten met u. Heel veel dank. We hebben dus gezien wat de banken van de toekomst, hoe die er een beetje uit moeten zien. We moeten terug naar het back to basics en een aantal van de excessen van voor de crisis mogen geen plaats meer hebben. 8 januari uit mijn hoofd ontvangen we Ratan Tata, dat is ook direct onze volgende sessie. En als laatste toevoeging daarop is Room for Discussion op zoek naar nieuwe commissieleden. Dus heb je daar interesse in, laat het ons weten. Voor nu een heel hartelijk applaus voor de heer Homme, alstublieft. Dankjewel.